voor televidenten die nog steeds bommen in Myanmar, doen die programma dan exclusief die nog steeds. Nog in Amsterdam, AWE. Nog heb ik een organisatie, Fundatie Sabana, daarbij die een tarde die informatie. Tenminste, entre otros presidente die MAP, Sr. Raymond Labat, lo doen een explicatie tocante die 10-10-10, lo que ha pasado en el reino, pero de una forma histórica, un recuento histórico bastante interesante. Sabana, así que están tratando de dar una buena información aquí en Amsterdam, de Dulgroep, para que nos tengan diferentes stands chiquitos de representación de diferentes otras organizaciones que están en Metania, como Dulgroep de Yunan de Terra, de Canvas, Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, San Marcos, San Eustaches, que están mensajes de información que está disponível para nós. Nós esperamos que nós passemos uma boa tarde, nós vamos desfrutar da apresentação de hoje. E mais que rato, nós vamos ter uso de oportunidade de entrevistar parente e também nós vamos gostar de um programa sumamente interessante também, a parte musical. Também nós vamos ter dois artistas, um de terra, que outro canta, um com pista e outro um pianista. Assim que está pendente, nós e nossa TV sempre vai tratando de pôr a boa altura de costa, com bom mês, está na altura de dia. E onde costa com nosso mês, está na altura de dia, está com nosso mês, portando dentro da mente, bom claro, socialmente na nova, que é só de, e marcar dentro da história, que passa dentro do reino, marcada em história de maneira que nós por contestar a pergunta de uma quantidade de gente que está bom, que capaz agora e que você não vai beneficar de um futuro. Que está pendente. In de geschiedenis is het bijna zo geweest dat Nederland een van de eerste landen zou zijn geweest die een embargo tegen zich zou krijgen van de Verenigde Naties. Het heeft heel weinig gescheeld. King Amita. Nasce na Holanda, vive na Curaçao, vive na Holanda e vai bem a trobe. Ik kan niet anders zeggen. Ahora que meeting just aan je naar Holanda, Atrovi. Ook mijn hart ligt 9000 kilometer verderop. De afstand maakt echter niet uit om mij te willen inzetten. Inzetten, Pami Hindina. Sabana is dan ook een van de stichtingen waar ik mijn bijdrage lever. Pa promover e calidad di vida di nos Hindina. Consciente meeting dos cultura. Bindiciona come equipaje cultural dos cas pa viva. En zo wil ik het ook wel houden. Wellicht biedt een nieuwe, vernieuwde stadkundige structuur uitdagingen, nieuwe mogelijkheden en hopelijk meer samenwerking, juist nu. Meer oog voor onze mensen al daar, meer perspectief, maar ook mogelijkheden voor onze gemeenschap in Nederland. Allen hebben we twee huizen of meer en de weg naar welk huis dan ook willen we kunnen blijven bewandelen. Ik hoop dan ook dat deze middag u antwoord zal geven op uw vragen. En wie weet brengt deze bijeenkomst meer antwoorden dan dat er vragen worden gesteld. Laat dit wederom een gelegenheid zijn om te realiseren waar we voor staan, wie we zijn en ikiku huntu nos porbira. Verschillende paliki braadjes vanmiddag. Kom op. En zo, links, rechts. Geweldig, geweldig publiek. Maar ik vind dat de informatie naar ons toe is heel weinig. Toen met het ontbinden van het Antillenhuis kwam alles op tv zo groot mogelijk. Maar de andere informatie die voor ons van belang is, vind ik dat uitblijft. Dus ik vind dat wij als Antillianen iets meer informatie moeten hebben. Aansluiten, inderdaad. Ik weet er ook heel weinig van. Ik merk, er is heel veel behoefte aan uitleg, maar ook uitleg in begrijpelijke taal. En ik vind die initiatieven van die meneer heel goed, wat hij dus nu noemt. Maar ik zou inderdaad denken aan het internet. Maak ook een website. Zet de informatie op de website. En maak ook gebruik van een telefoonlijn. Dus dat mensen misschien ook gewoon kunnen bellen naar iemand. Hè? Dus het is leuk dat ze dan in steden misschien willen rondlopen, maar misschien heb ik dat gemist. Maar als het ergens staat waar het ook openbaar is, ik bedoel, een website is het meest toegankelijke vandaag de dag voor iedereen. In hoeverre stimuleert deze regering van Curaçao de terugkeer van Curaçao naar Curaçao? Nu Curaçao... Wat voor drempelverlagende maatregelen zijn er dan? Die worden ingevoerd, hè? Ja. De wet op abortus, ik kijk je even naar... Oké, ik wil naartoe. Wat heb jij te offeren om je land vooruit te helpen. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Van alles. Snap je wat ik bedoel? Dus dat betekent, dus als je zegt, oké, ik heb van alles te offeren, ja, dan
Ja, dan ga je oriënteren, dan ga je kijken. Misschien dan ga je eerst een baan zoeken. En langzamerhand gebeurt het wel. Dus dat is de ene kant. De andere kant wat ik kan geven vanuit de regering, zijn we op dit moment bezig met een groot project. Een van de statenleden was hier een aantal weken terug, was hier met dat project om te zorgen... Meneer Wils. Ik zei een van de statenleden... Nee, maar meneer Wils toch? Hij was meneer maar één ervan. Er was ja, ook nee, een aantal okay, anderen. Nee. Er waren ook andere... Okay, onder andere meneer Wils. In ieder geval. Dus ja, je bent heel goed geïnformeerd van. Maar het gaat erom dat er een project bezig is om voor huizen te zorgen, waar mensen daartoe kunnen komen. Ja. Wie heeft nog... Ik werk hier in de Bijlmer. En wat betreft informatie geven, ik ben blij dat we hier allemaal zitten, deftig hier. Maar de jongens die informatie moeten krijgen, ik kom ze zo net voorbij onder de boom daarbuiten, onder de viaduct daarbuiten. Dat zijn de problemen, mensen van Antillen, ja? Wat iedere keer voortkomt in de kranten. Ja? Ik zie niemand naar buiten lopen om met die mensen... Wij hier zijn genoeg geïnformeerd. Ja. Wij weten alles. Ja? Maar wie zou dat moeten doen, denkt u? Van, hoe zouden we dat moeten organiseren? Ik weet dat er even los zelfs van de veranderingen met de stadkundige structuur, dat er inderdaad nu economisch gezien al heel veel meer mogelijkheden zijn. Alleen ze zitten vaak wel in wat bepaalde... Zover is. Als je zegt... Power. Als je... Power. Als je... Power. Als je... De regering van Curaçao rekening wil houden in zijn informatievoorziening om mensen... uit te leggen hoe de stand van zaken is op dit moment. Vervolgens kreeg je dus een hele kakofonie. Ik zeg het maar zoals het is. Nou, ik heb het niet gevolgd. Ik ben geen vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken. Maar het is natuurlijk wel iets wat als ik in die positie zou zijn... Dan ik er natuurlijk wel natuurlijk... op de agenda zetten. Oké, okay, John, dank je wel. Op dit moment is er eigenlijk een bestuurlijke lacune binnen de Koninkrijk der Nederlanden, wat eigenlijk in strijd is met de grondwet. Laten we dat gewoon... Anders kan niemand meer, wat er nu op Bonaire dreigt te gebeuren, niemand meer land en niemand meer een huis kan betalen. Ja. Dus je moet riemen met de riemen die je hebt. Dus... In derecho riemen e informatie, en te ongunst, dat onrecht. Ding Europese grondwet die net, een recht van informatie beting, maar we gaan je informatie naki, maar we proberen te resenen en te wijzen, kiko te util, pa mi caso individual, y kiko nos borhasi collectivamente, pa nos informanos mes, pa nos portuma action, pa sobra ta informacion bo mes ting, ante bo mes sana. Una botajaña e información. Que mi tiempo pregunta, profesora, y pensé, va a tener disertación de señor Labat, que va a repasar la historia, va a tener también señor Osepa, no me voy a evaluación crítica, usted avisa, antes la gente no podrá hacer nada, pero casi que soy ainda no, pero guardo que pase. No, mi tajaña es aquí, con tu respeto para los ministros pleno potencial, mi tajaña que está con el papimento, no se dice, está bien. En otra duna contesta concreto riba con pregunta nan más concreto. Antes esta quiere que el nan que te sienta en sala aquí no tiene dor. Antes me dice trabajo. Esa que me tiene vergüenza, pero son también representantes está también. También representantes. Antes me está haya que me está batata uno como se está batata sienta en panel toma iniciativa para duna. Su pueblo, aquí en Holanda, información útil y información como va a visa, que es aquí, me puedo traer con él. Que es aquí, me va a ser el Ministerio de Binnenlandse Zaken. Que es aquí, me va a ser el Ministerio de Sociale Zaken. Aquí en Holanda, en de visa, zeg, hoe zit het hiermee? Kunt u zien, weet ik het dan mis? Es jij, me te hangen, que het abata zwak op de schaal van 1 tot 10, pa mi, het aan 3,5.
Sobre aquí no estamos más o menos un chen gente sinta, anto nos representante de más alto de Corsao de sinta aquí nanan, anto en nota toma, cortesía de vecinta de el panel y vamos por reparar masco 35 vragen pregunta a guarda directamente contra a nadie. La que nos ponele esta en experiencia antes de esta duele. Pero este es un representante, sí, ahora de van de kroon. Let wel hoor, hij is lid van de Koninkrijksministerraad. Hij is lid van de hoogste regeringsraad binnen de Koninkrijk der Nederlanden. Als de minister van de gevolmachtigde minister in de ministerraad zit, dan zit de Rijksregering in beraad. En dat is hij lid van. Wat ik keer, zo'n kabinet lo por logra focus aan to, als die kosten concreet aan die banan? No. Met de bestaan aan de kong, no. Riparano, die hebben bij Hollanda, no, no tabetatini, no, niet 3000 antiano aan die banan. A woorden die nog zijn 135 mil antiano aan die banan. En die 7 país, de Antillas, qua inwonertal, de Biba, aquí en Holanda, y un gran parte de nan tiene problema, poco do de nan mes falta, pero mayoría de nan no, pero son cuadro bueno, de 100% que te Biba escribe en ano, de solamente no, un 3% pone plan de papiamiento. Mi pueblo está hostina, mi pueblo está ancra, marra lastra cansa, shonan mi pueblo está fada. Mi pueblo es en nan nanta zur, marón skur, marón kla, ting blanco, ting preto, ting hel, ting cora. Abel bota pata sakuta nan turta discrimina. Mi kaya nan ta kibra, maltrata suku. Sing bida, sing luz. Awo deng mi aire nanditing stof di Sahara. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Awo tula warda. Bota warda kieto riba un imagen di un Jesus. Preto, deng bo misa lang. Tures deng ko zwarte pit, tur ain da bingan. Tata si cherchi di bo tula. Matariko mi pueblo. Tana sueño vos nanta sinta, vos nano que mira, vos nanta frustra. Mi pueblo ta hostina ancra marra, lastra cansa fada. Nanta hinde nan marón skur, marón kla, blanco gel preto y hasta cora. Vos ata danki Dios mi la mansita blow. Anto mi pisca ainda también ta dushi. Mi solo ta brilla pa sombra. A mí y mi pueblo, nos está cansado. Pau di tur circunstancia, y te da mi morto, lo mi sigue estimado, corazón. A vosó. Lo mi tie honor, di caricia bufu mi amor, y sin ti e dulzura di un chicalor. Mare ta bueno chimes, mare por favor un mes, mi por entregabu, tur mi corazón. Y di a lo mi tie honor, di caricia bufu mi amor, y sin ti e dulzura di un chicalor. Mare ta bueno chimes, mare por favor un mes, mi por entregabu. Door mijn corazón. Dank u wel. Jullie zijn geweldig.